Wat heb je een bijzondere onderscheiding op? Ja, dit is Maxima. Die heeft mij ooit een keer toen ik 2,5 kilometer had gezwommen. Toen zei ze, weet je wat jij verdient? Nee, dit is eigenlijk de avondvierdaagse medaille van mijn zoon. Dus, maar ik vind het wel mooi staan. En ik ontken het niet als iemand zegt, is dat een koninklijke onderscheiding? Ik trapte er helemaal in dat verhaal, dus dat werkt. Hey, dit zou zomaar eens een hele mooie avond voor jou kunnen worden. Het is sowieso een mooie avond. Echt. Echt. En ik zeg het niet om mezelf alvast op te vangen voor als ik niks win, maar... Het is natuurlijk fantastisch om hier te zijn en dan 2 keer genomineerd te zijn. En zeker voor dat programma, 5 Days Inside, wat echt super inhoudelijk is. Waar RTL 4 zijn nek voor heeft uitgestoken. En wat echt gaat over, ja, laten we zeggen, een samenleving die niemand echt ziet. De subculturen binnen onze samenleving waar de deuren meestal gesloten zijn. Dus dat vind ik heel mooi. En er komt een tweede seizoen, toch? Ja, we zijn aan het opnemen ervoor en dat wordt ook heel spannend. Ik ben laatst in de gevangenis geweest. 5 dagen, nou jongen, spannend hoor, echt. Blij dat je er weer uit mocht? Ja, heel blij. Ja, mensen zeggen altijd, het is een hotel. Nou, echt niet hoor. Het is echt geen hotel. Ben jij, je loopt al heel lang mee. Ben jij nog zenuwachtig voor avonden als deze? Nou, ik merkte wel, je lacht een beetje weg. Maar op weg naar vandaag, dat werd ik steeds zenuwachtiger. Ook omdat ik heb allemaal mensen bij me. En die vinden het natuurlijk leuker als ik iets ga winnen. En ik zeg, hé jongens, we gaan gewoon een mooi feest maken. Maar dan uiteindelijk wil je natuurlijk wel iets winnen. Is het belangrijk voor je? Ja, ik bedoel al 20 jaar mee. Dan ben je dat station wel een beetje gepasseerd. Ik vind dit al hartstikke mooi. Heb je überhaupt wel eens een prijs gewonnen? Nou, dat zou je gek opkijken. Ik heb wel eens een Gouden Roos van Montreux gewonnen als producent. En een Emmy in New York, een International Emmy. En 2 gouden beelden. Vorig jaar waren we genomineerd voor de Nipkow. Dus werden we 2e, achterschuldig. Met die Amsterdam Project. Dus ik heb wel wat hier en daar binnen gesleept, maar... Ja, het blijft gewoon leuk. En dit is een publieksprijs natuurlijk. Ja, ja, superbelangrijk. Ja, daar gaat het om. En dat is natuurlijk mooi dat zo'n publiek achter zo'n programma gaat staan. Wat eigenlijk heel inhoudelijk is. Ik wens je heel veel plezier en succes. Dankjewel. Jullie ook veel plezier.